hoe zit je thuis op de bank eigenlijk? Zit je daar helemaal niks te doen? Of zit je net als vroeger als trainer mee te schreeuwen? Hoe werkt dat bij jou dan? Nee, ik leg helemaal plat. Echt waar? Je zegt niks? Helemaal niks. Dus die oude tijd die krijgen we nooit meer terug, zeg maar. Want zetten we een keer een camera op. Goed als je! Hey, Jozef! Hey, Kio! Mama! Mama! Hey, 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 hey. Je gaat wel tekeer daar, zeg. Hey. Dat wist ik niet. Dat je... Ben je zo moe? Ja, nee, maar... En die drie gasten die daar zitten, ja. Die kan je eigenlijk niet voorstellen. Dat is 40 jaar geleden, man. Ja, maar ja. Jan, jij moet niet zoveel oorlogsboeken lezen. Want je begint ook zo te schreeuwen. Dat is Adolf, bedoel ik. Nou ja, wie dat ook. Maar er is echt geen schrik er echt van. Ik zal echt een beetje bang worden. Ja, ik schrik er niet van. Jawel, zal echt een beetje bang worden. Zo achter elkaar is het veel, hoor. Ja, als je kan je er nog 10 van die... Wil je nog een keer zien dan? Ja, laat me nog één keer. Ja, laat nog een keer zien. Ja, gewoon voor de mensen thuis. Zet je even... Goed als je! Hey, Jozef! Hey, Kio! Mama! Mama! Geen over! Hey, Tony weg! Kom nou los! Kom op, hart erbij! Go! Hala, die positie! Hey, passie! Maar wat zeg je daar nou allemaal eigenlijk? Hè? Wat zeg je daar nou? Ik heb er geen woord van verstaan. Nee, wat zeg je daar eigenlijk? Weet ik veel, ik versta het zelf niet. Nee, ik versta het ook niet. Nou, maar weet dat, als we thuis speelden, dan moesten ze op de helft van de... Met Anderlecht dan, hè? Ja. Want het zijn alleen maar beelden van Anderlecht. Okay. En dat je gewoon een fantastische ploeg. Ja. Lucky Niels, Johnny Borsman. Ja, maar wie Walem, Mark Emmers, Bruno van Savel, Danny Bouffet. Dat viel nog wel mee. Ja, maar je was, heet dat? Je had twee spitsen. Johnny Borsman was fantastisch. Luc Niels, Danny Kay, Mark de Rijzen. Dus dan had je zoveel voetballers. Je had 18 spelers, er waren 18 internationals. Maar waarom zat je er zo te schreeuwen als je zo'n goede spelers had? Dat is toch gek, als ze zo goed zijn, dan denk ik, hou mijn mond, het gaat prima. Ja, ik weet het niet, maar het zal wel aan mij liggen. Ja, dat legt zeker dan jou. Ja. Hey mensen, jullie moeten zeker kijken naar Veronica Insight met de nieuwe app Werelds.